Zo, 1, 2, 3. Hey mensen, shoutouts naar Brabo Peirel met zijn gekke vuurwerk. Ruun Goosen met zijn hele grote minibike. Laurens Mariman met zijn lijpe crosser. Glenn, a.k.a. Anticipate met zijn YouTube kanaal. Let's go. Yo, daar ben ik weer mensen, hallo. Alles goed? Ja, gaat goed. Bij mij gaat het een beetje goed. Waar zijn we nu? We zijn in Mesch. In Mesch. Dit is hoe de Hollanders het zeggen. Hollanders zeggen Mesch. Waar woon jij? Ik woon in Mesch. Even kijken, de spot waar ik naartoe wil. Die mensen denken ook van, wat doet die scooter weer hier? Want in die kleine dorpjes worden echt heel veel inbraken gepleegd. Echt superveel. Dus mensen kijken me ook altijd zo raar aan. Zo van, oh, daar is die weer, weet je wel. En ik neem het zo niet kwalijk, want er wordt echt veel ingebroken. Echt heel fucking veel. En de politie die kan niks, gek. Zonder tips. Kijk, ik weet niet meer hoe het daar komt. Kut. Volgens mij was het daar ergens. Ik moet de berg op, denk ik. Ja. Yep. Die berg ben je... Met die scootertour zeg maar, volg al scootertour. Even in de link, hier bovenin staat een i, kun je erop klikken. Dan kun je de video bekijken als je hem nog niet hebt gezien. Ik raad het je aan om te doen, dan zie je ze zeg maar de berg oprijden met de scooter. Het moet minimaal 70cc zijn, dat kan niet anders. Dan kom je de berg anders niet op. Dan moeten we daar naar rechts. Maar, hey, bij mij gaat het niet zo heel goed. Dus ik was te laat op school. En hoe kreeg ik straf, moest ik nableven. What the fuck man, ik ben al in de 20. En dan moet ik nableven omdat ik te laat was. Nee, what the fuck gek. Ik kon kiezen tussen of ik koop een appelflap. Of ik moest een half uur langer blijven. Dus ik koos voor een half uurtje langer blijven natuurlijk. Daar heb ik mijn project afgemaakt. Dus het was een win-win situatie. Of ja, een win situatie voor mij dan. Waarom het niet goed gaat, ik heb me ramp verbrand gek aan een fucking BMW. Hangtime. Dat is echt vet hier, hè. Dus moest ik een kleine beurt doen aan een BMW. Een BMW motor. En normaal doe ik het een uur en een kwartier over. Een kleine beurt. Maar ik had wat problemen ermee met olie vullen. Oh kut, hè. Want die heeft een aparte olietank. Dus je moet eerst een anderhalf liter vullen. En dan de motor laten starten. De dop erop draaien natuurlijk. En dan pompt hij zeg maar de olie door. Maar ik deed het meteen heel vol, zeg maar meteen 2 liter, dan stroomde het over, het was te veel. Dus ik was over olie, over schoonmaken, weet je wel. En dan raakte ik met mijn bovenkant van mijn hand, raakte ik aan de uitlaat aan. En het is helemaal verbrand. Nu is het niet zo erg meer, gelukkig. Maar de dag erna was het helemaal open, het was helemaal geel, allemaal vocht, weet je wel, witte bloedlichaampjes zaten erop en zo. Dus het was echt... kut om te zien, dan moest ik mijn handschoenen aantrekken als je wil proefrijden en zo. Elke keer als ik die handschoenen aantrek, trek ik zeg maar dat huid zeg maar eraf zo. Dat was kut, dus het dat was niet zo leuk. Oh ja, BMW ja. Ja, en dan moet ik wel proefrijden op zo'n BMW, op zo'n GS, ram zo'n grote motor. Maar ik ben zo klein, weet je wel, ik ben echt een klein mannetje, ik ben maar 1,68 meter. Dus ik kwam niet echt met de voeten aan de grond, dus dat is echt moeilijk. Dus dan laten we het topic beginnen. Dus ik was bij de paasmarkt vorige week, hè. En ik woonde met een jongen die ik ken uit Born. Waar ik mee langslopen, maar hij had geen zin. Dus we zaten bij hem op de kamer, weet je wel, World of Warcraft spelen, weet je wel. Ik heb het ook gespeeld een tijdje toen ik een burn-out kreeg, blablabla, lang verhaal. Maar hij had zijn add-on erop gezet. En met die add-on kon je bijvoorbeeld het aantal speeluren optellen van elke character, elke persoon, personage. Dus hij had dat allemaal bij elkaar opgeteld. Of ja, dat programma, die add-on. Komt hij uit op 470 dagen. 470 dagen, gek. Dus ik was ook nieuwsgierig van hoe lang heb ik Battlefield 3 gespeeld, weet je wel. Ik speel dat spel echt super vaak, speel het nog steeds. Het is echt een leuk spel. En
En zit ik erop gezorgd. En zit ik op 62 dagen. Bijna 62 dagen. Dat is echt veel. Dus hij 74 dagen World of Warcraft. Ik 62 dagen Battlefield 3. Maar Battlefield 3 is niet zo oud als World of Warcraft. Dus dat is een beetje niet mee te vergelijken. Dus laten we het topic beginnen. Hey, laten we het over games hebben. Game, yes. Kom, gaan naar de arcadehal in Kerkrade. Let's go. Ben ik al mijn geld kwijt? Of ja, al mijn geld kwijt. Ben je game state? Game state. Maar het is wel te doen, zeg maar. Als je 20 euro meeneemt, kun je zeker een uurtje spelen. Ja, de ene stadion dat ik echt goed ken. Is Fortuna Stadion. Die ken ik van binnen en van buiten. En een andere die ik ken is deze. Deze ben ik één keer binnen geweest met school. En even kijken. Ik vind het van binnen een hele mooie stadion. Een echt grote stadion is het, jong. Alleen het team is volgens mij niet zo heel goed. Heb ik gehoord, hè, dat het team niet zo goed is. Het kan zijn dat ze wel goed doen. Ik weet het niet. Kijk, we gaan hier even naar rechts. Nou, even om het stadion heen. Om de Albert Heijn. Stadion of Albert Heijn? Ik weet niet wat het is. Even kijken, waar was het ook weer? We kunnen hier links. Kunnen we? Oh, goddamme balls. Kijk, waar was het ook weer? Want die was toen met ME training of zoiets. Van het stadion. Oh, jump cut. Kijk, daar is het stadion. Dit is het stadion hoe ik hem ken. Check dit. Kijk, ik heb een motor, dus ik kan overal doorheen proppen. Check dit gewoon. Fucking chill, hè. Hey, waar we hier met school? Bus hadden we hier ergens neergezet, weet ik niet meer. Waar ME. Dus ik daar boven de trap op gegaan. En daar in het hoekje zat er al zo'n bom. Echt een fucking bom met zo'n fucking lontrek. Kijk, ik word achtervolgd door de security. Kijk, even snel zijn voordat hij me wegjaagt. Kijk, dat is het stadion hoe ik ken. En er was zo'n man. Die had zijn politiehond bij zich. En dan lieten ze dat zien. Er was eentje die had zo'n speciale harnas, zeg maar, op zijn arm. Dat die hond, zeg maar, daaraan gebeten. Dus liet de hond los en pakte die presentator vast. En het was echt lach om te zien. Ik had hem zat daar in het midden daar ergens. Echt vet, jong. Kijk, hebben we hem ook. Hallo? Oh ja, ik moet je nog vertellen over die bom wat ik had gevonden toen. Wat zag ik op de basisschool? Gingen we hier... naar het stadion, hè. En dus ik had die bom gevonden op de trap, zo echt zo'n ding was dat. Echt van hier tot hier. En het was echt dik. Kijk, security staat, ik mag hier helemaal niet rijden. Dus ik, en er stonden allemaal politie en mee en zo, hè. Oh. Dat is een mooi liedje, hè. Volgens mij is dadelijk wedstrijd, jong. Dus ik de bom gevonden. En dan die klasgenootjes van me op de basisschool, weet ik veel hoe oud die waren, 11 jaar oud, 10 jaar oud. En dan pakten ze uit mijn handen en zeiden ze, oh, die moeten we aan de politie geven. Ik, godverdomme, die was voor mij. Ik wou die afsteken thuis. Maar er zat echt een hendig dikke lont op, gek. Dus was mijn bom kwijt. Gaven ze dan die ME-mensen, want die ME-mensen stonden hier met die ME-busjes. En dan mochten we er stenen tegenaan gooien, tegenaan schoppen en zo. Was echt lachen, gek. Maria Rayana. Hé, hey, mijn linkerknipper doet het niet meer voor. Moet ik eens kunnen fixen. Dus ben ik arcadehal geweest. Ik heb best wel lachen daar zo, jong. Ik was helaas was ik alleen, want de jongen, als verwacht, kon niet meegaan. Want hij was ziek. Ziek van World of Warcraft. Maar echt lachen, jong, die games. Je had zo'n light gun game. Flappy Bird had je. Je had voor die spelletjes wat de knoppen duwen. Die gaat de licht zo ronddraaien. Dan moet je het knop duwen, net op tijd. Zodat je jackpot wint en zo. Zoals wat je op de kermis hebt. Ik heb 700 punten, maar ja. Moet ik eens een keer inruilen. Ik denk dat ik ze eerst ga opsparen en dan ga ik zo'n groot cadeau vragen.
We gaan hier dus naar links, kijk wat hier is. Maar het is echt lach, jongens. Zulke dingen moet je echt met minimaal 2 man doen. Kijk, moest hier naar rechts. Dan moet je minimaal 2. Was ik Pac-Man aan het spelen? Oh, Pac-Man is wel een leuk spel. Dan heb ik Pac-Man gespeeld. En moest ik tegen de computer spelen. En dat is echt saai. Pac-Man met tegen de computer. En de computer was echt een noob. Echt een beginneling. En dat is echt niet leuk als je zo speelt. Je moet wel een beetje een uitdaging hebben. Dus de Lightgun, de Terminator game, dat was ook wel lachen. Maar het leukste. Echt leukste was die Pong spel. Weet je, als je veel bier drinkt, dan kun je van die balletjes, pingpongballetjes in de bal, in de dingen gooien. In de, oh kindje. Oké, daar moet je altijd rustig aan doen. Je weet, stak die over. Hallo. Daar stak die over, ik zat er onder de scooter en daar heb ik een vet probleem. Dus ja, dat Pong spel was echt lachen, jongens. Ik ga volgende keer met een paar man mee. Als jij mee wilt, hè, dan moet je eens een keer laat je het weten. Zeg je tegen de Facebook van ScooterTube, zeg je eigenlijk, wil eens een keer meegaan naar die arcadehal in Kerkrade. Dan gaan we eens een keer samen. Weet je wel, dat is altijd lachen, jongen, met meer man. Want ik was alleen, dat is echt kut. Dus mensen, voor het geval dat ik je niet meer zie, tot de volgende keer. Laat haat.